Beelden van vrouwen door de eeuwen heen geven aan welke kenmerken opvallen in de ogen van kunstenaars. In een embryo van enkele maanden zijn zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken aanwezig. De blauw aangegeven mannelijke organen verdwijnen. De rood aangegeven vrouwelijke organen ontwikkelen zich verder tot de vrouwelijke geslachtsorganen, zoals eileider, uterus en vagina. Gelijk met de inwendige geslachtsorganen ontstaan de uitwendige geslachtskenmerken. De clitoris groeit al heel vroeg uit. Wat later nemen de schaamlippen in grootte toe. Door het inspuiten van een kleurstof wordt de ligging van de inwendige geslachtsorganen zichtbaar. In dit model zijn de ovaria en hun directe omgeving sterk vergroot. Binnen in het ovarium ontstaan al vroeg groepjes cellen die een toekomstige eicel omsluiten. Ook de hersenen maken een ontwikkeling door. De hypothalamus wordt daarbij zo beïnvloed dat later vrouwelijk gedrag kan worden opgeroepen. Omstreeks het 8e levensjaar is de hypothalamus zo ver ontwikkeld dat zij invloed uit kan oefenen op een aanhangsel van de hersenen, de zogenaamde hypofyse. Deze vormt dan hormonen. Deze hypofysehormonen worden afgegeven aan het bloed en bereiken zo alle delen van het lichaam. Niet alle delen van het lichaam reageren op dit hormoon. De geslachtsorganen reageren wel. De hypofysehormonen zetten cellen in de ovaria aan om oestrogene hormonen te maken, bekend als vrouwelijke geslachtshormonen. Deze oestrogeenhormonen worden afgegeven aan het bloed en kunnen zo elk deel van het lichaam bereiken. In de loop van de puberteit komen, dankzij de oestrogeenhormonen, verschillende veranderingen in het lichaam tot stand. De borsten worden groter, omdat oestrogene hormonen de celgroei ter plekke stimuleren. Pas tijdens de zwangerschap komen de borsten volledig tot ontwikkeling. Er ontstaan dan buisjes om de melk af te kunnen voeren. Een model van de vrouwelijke geslachtsorganen doet de onderdelen beter uitkomen. Vanuit de blaas, hier geel aangegeven, loopt de urinebuis omlaag. Boven de blaas ligt de uterus. Uit de uterus ontspringen links en rechts de eileiders, die uitmonden in een vingervormige trechter. Die trechter ligt op een ovarium. De uitsteeksels van de trechter kunnen zich verplaatsen naar de plek waar een rijpe eicel vrijkomt. Het ovarium en het begin van de eileider zijn opengelegd. Een rijpe eicel uit het ovarium komt via de trechter in de eileider. De binnenwand van de eileider is bekleed met trilhaarcellen. Via de eileider kan een eicel de uterus bereiken. Hier in de uteruswand kan zich een embryo innestelen. Bij de vrouw speelt de menstruatiecyclus een belangrijke rol. Deze cyclus wordt bestuurd vanuit de hypofyse. De hypofyse geeft hormonen af die via het bloed bij de ovaria komen.
Door dit hormoon ontwikkelt zich in een van de follikels een rijpe eicel. Sterk vergroot wordt de vorming van een eicel in een follikel hier gevolgd. Cellen in de wand delen zich en vormen een blaasje gevuld met vloeistof. Daarin ontstaat de eicel. De eicel ontstaat na meiose. Daarbij wordt in een eerste deling het aantal chromosomen gereduceerd tot de helft. De chromosomen gaan eerst paarsgewijs in het midden van de cel liggen. Vervolgens gaat van elk paar chromosomen eentje naar de ene kant van de cel en eentje naar de andere kant. Beide celhelften hebben hierbij elk een X-chromosoom gekregen. Als eindresultaat ontstaan zo twee haploïde cellen. Dit proces heet de eerste meiotische deling. Een van deze nieuwe cellen deelt zich nog een keer. Deze cel bevindt zich in de wand van een follikel en kan uitgroeien tot een rijpe eicel. Als de eicel rijp is, barst de follikel open. Bij dit proces, de ovulatie, komt de eicel vrij. In een animatie worden de verdere lotgevallen van zo'n vrijgekomen eicel verduidelijkt. De eicel komt vrij. Ze wordt via de trechter en de eileider afgevoerd. Als de eicel binnen 24 uur een zaadcel ontmoet, kan ze bevrucht worden. Zo niet, dan gaat ze verloren. De wand van de uterus is inmiddels op een zwangerschap voorbereid. Onder invloed van hormonen is een rijk doorbloede verdikte laag gevormd. Daar kan zich een embryo in nestelen. Als er geen embryo arriveert, wordt de verdikte bekledingslaag afgebroken. De bloedtoevoer stopt en de resten van de laag laten los. Al gauw begint de menstruatie. De totale gang van zaken gedurende één maand is per dag in een animatie samen te vatten. Het begint met de hypofyse, die een hormoon afgeeft bedoeld voor het ovarium. Hierdoor komt een eicel in een van de follikels tot rijping. Er ontstaat een rijpe follikel die wacht op een hormoonstoot om de inhoud vrij te geven. Cellen in het ovarium vormen oestrogene hormonen, waardoor de uteruswand een dikke binnenlaag gaat vormen. Van alles wat er gebeurt worden de hersenen op de hoogte gehouden, doordat de gevormde hormonen ook invloed hebben op de hypofyse. Hierdoor wordt een tweede hypofysehormoon afgegeven. Dit hormoon veroorzaakt de ovulatie. Bovendien zorgt het ervoor dat het ovariumhormoon de uteruswand beïnvloedt. Rond de 15e dag van de cyclus vindt gewoonlijk de eisprong plaats. De vrijgekomen eicel wordt door de eileider vervoerd. Gedurende de eerste 24 uur, als de eicel nog hoog in de eileider zit, is bevruchting mogelijk. Als bevruchting achterwege blijft, neemt de hormoonproductie van de betrokken organen al snel af. De verdikte uteruslaag is nu overbodig en wordt afgestoten. De menstruatie is begonnen. De hele cyclus duurt ongeveer 28 dagen, maar kan per persoon verschillen. Ze komen voor jou.
Een voltreffer voor thuis en op school. De interactieve cyberschool van Teliac en OT. Dat is pas zelfstandig leren. Log in, kies je niveau en go! Biologie, wiskunde, Engels, geschiedenis en aardrijkskunde. Test jezelf en zet een high score. 5 vakken, 5 cd-roms voor de buitenaardse prijs van 50 gulden. Bel snel 0900 1344 of surf naar onze website. Ze zijn er voor jou. Zeppelin, Zeppelin, Zeppelin.